Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe Nexomon video. En Nexomon lijkt op die oude Pokémon games en dat vind ik super vet. En jullie vinden het ook super vet, want dat laten jullie ook in weten in de comments. En dat vind ik super leuk, dus laat het vooral nog een keer weten. Ik ben benieuwd, wat is dit voor Nexomon? Hij drip. Hij lijkt op een vis gemengd met een dinosaurus en dan in een rode Mario buis. Laten we hem aan gaan pakken. Ik vind dit een hele gekke Nexomon. Het is eentje van het watertype en wij hebben nog geen watertype. Dus ik hoop dat wij een watertype gaan fixen binnenkort. Maar dan niet Hydrip, want ik vind Hydrip wel echt heel gek. Ja, Woozie zou goed zijn, denk ik, tegen deze Nexomon. Want Woozie is elektrisch, maar Woozie is level 4. Dus dat schiet sowieso niet op. Ik ga Griff maar eens eventjes inzetten. Even kijken wat Griff kan. Lekker bezig, Griffy. Lekker, jongen. Sloop hem. Heerlijk gedaan. Oh, Woozie die gaat nu naar level 5, als we het net over hem hebben. Maar ik ben heel benieuwd of je een Nexomon ook zoiets hebt als gyms. Want in de vorige aflevering werden wij een bronzen trainer. Of ja, een tamer noemen ze dat dan. In ieder geval, in de vorige aflevering werden we dus een bronzen tamer. En dan kan je dus ook een zilveren tamer worden of een gouden tamer. En dat doe je volgens mij door opdrachten te doen. Maar in ieder geval, nee, we worden dus een gouden tamer. Maar volgens mij niet door gyms te halen of zo. Volgens mij is dit wel echt een verhalende game. En nu zijn we onderweg naar het meer. En deze battle die start ik even met mijn baas Ribombo. Ik vroeg het in de vorige aflevering ook al, maar dat was een beetje aan het einde van de video. Maar ik ben benieuwd wie jullie de tofste Nexomon vinden uit mijn team. Ik zelf vind Ribombo best wel cool. Terwijl we nu tegen een steen type Nexomon moeten. Eens even kijken hoe dat gaat. Oh, we moeten gewoon onze normale moves doen. En oh ja, vergeet sowieso ook niet om even een duimpje omhoog te doen. Hè, en te abonneren op dit kanaal als je iedere dag Nintendo video's wil zien. En dan gaan wij eens even kijken of wij deze ook kapot kunnen maken. Ja, als we een beetje geluk hebben, dan moet dit nog wel lukken. Nee, we hebben dus geen geluk, want we missen. In dat geval gooi ik Stinger er maar even uit. Kijken of hij nog wat kan doen. Ja, hij kent wel een flame attack. Maar flame is echt zo zwak. Ik denk niet dat ik het ga redden met Stinger. Oké, okay, Larkito. Jij dan. Ik vind Larkito wel lachen. Het is gewoon een mug. Lekker gedaan, vriend. En Ribombo gaat nu naar level 9. En Griff gaat naar level 8. En Stinger gaat naar level 6. Nou, dat is nice. Hier een potion. Ja, die hebben we denk ik wel nodig. En ik hoop dat we nog een healing plek tegenkomen. Of misschien een healer. Dit ziet er volgens mij niet naar uit dat we hier kunnen gaan healen. Maar we zijn wel bij het bevroren meer. En dit was precies de plek waar we naartoe moesten. Ja, eens even kijken hoor. Kunnen we deze ook kapot maken, deze stenen? Nee, die kunnen niet kapot. Liggen wel allemaal itempies hier zo. Hier nog een itempie. Ah, kijk eens. Ja, we kunnen daar healen. Hier, bij deze steen. Deze moeten we even zo kapot slaan. Hoppakee. En dan zijn al mijn Nexomonnetjes weer geheeld. Volgens mij verkoop jij spullen, of niet? Hallo daar, we ontmoeten elkaar voor de eerste keer, toch? Ik ben Sasha. En inderdaad, ik verkoop spulletjes. Ik heb elemental Nexotraps. Nou, ik wil wel even kijken. Dus bijvoorbeeld een vuur Nexotrap of een water Nexotrap. Wind Nexotrap, spook Nexotrap, psychic Nexotrap. Trap. Nou, laat me eerst maar even een aantal normale kopen. Zo, hoppakee. En ik denk dat we hier wel een paar water Nexomon gaan vinden. Dus ik heb ook twee water Nexotraps. Als ik een hele vette water Nexomon tegenkom. Yo, zullen we naar binnen gaan? Fidel die zegt, kijk deze puinhoop. Er is geen reden waarom dit meer bevroren zou moeten zijn. En Coco vraagt, oh, moeten we je gewoon naar binnen brengen? En Fidel zegt, nou, ik voel me niet veiliger met jullie in de buurt. Maar whatever. Nou, zie je die gast daar zo? Ja, daar heb ik net mee gepraat. Hoef je niet nog een keer uit te leggen. Ga maar gewoon lekker naar binnen, joh. Hè, wij zoeken het zelf wel uit. Ga maar, lopen, hup. Goed zo. Ja, dit zou Pokémon ook moeten hebben, man. Meer van dit soort quests gewoon. Dus dat je iemand leert kennen en die moet je dan helpen. En dan ga je samen iets doen. Ik vind dat heel leuk aan Nexomon. En ik hoop dus ook dat Pokémon dat gaat doen. Nou, we zijn nu in ieder geval in een grot met een gladde ondervloer zo te zien. Ik ga sowieso alles proberen te pakken. Ik wil sowieso ook even naar mijn team kijken. Kan ik ze nog cores geven of iets? Nee, dat kan niet. Maar wat zijn al die items dan die ik pak? Nou, shards, die kan je dus verkopen of craften. Ja, en dit is eten. Maar ik weet nog niet wat we met het eten kunnen. Nou, oké, okay, let's go. We gaan gewoon door. We gaan op zoek naar water Nexomon, jongens. Naar vette water Nexomon. We hebben hier Fosvent. Die vind ik wel lachen. Dat vind ik wel een leukert. Leuk olifantje. Laten we hem gewoon proberen te vangen. Ik ga hem nog wel in een normale Nexotrap gooien. Want ik weet niet. Misschien krijgen we straks nog wel toffere water Nexomon. Let's go. Vang hem. Vang hem. Nee. Oké, we kunnen ze dus ook feeden. En als je ze feed, dan heb je misschien wel een betere kans dat je ze vangt. Kom op, jongen. Nou, ben jij de ultieme goede Nexomon of zo? Dat we jou niet zo makkelijk kunnen vangen. Wat is dit nou? Kom op. Dit is al 3 Nexotraps, man.
Hé? Ja, hij ziet er wel leuk uit. Maar ja, voor wie gaan we die in het team doen? Ja, voor Stinger natuurlijk. Want we hebben nu 2 vuur Nexomon. Dus ik ben benieuwd welke water Nexomon we uiteindelijk gaan nemen. Fausvond, die zit nu als eerste in het team. Ik weet echt totaal nog niet welke kant we op moeten. Volgens mij moet ik hier vanaf de andere kant komen. Want ik kan hier niet verder namelijk. Oké, een supergrote ijsvlakte hier. Ik ben benieuwd hoe we hieruit gaan komen. Volgens mij zo. Ja, top. Fidel die moet overgeven. Ben je nou toch blij dat we er zijn? Oké, hier zitten weer Nexomonnetjes verstopt. Een blubblub. Geniale naam. Blubblub. Ik ga blubblub sowieso proberen te vangen. Ik hoop dat het gelijk in één keer lukt. Dat ik niet weer 100 Nexotraps kwijt ben. Kom maar blubblub. Ja, lekker. Maar blubblub die gaat alleen niet in mijn team. Ik vind het olifantje net even wat epischer. Hé, hey, hier hebben we Goldeen. Bloopish. Ik denk dat ik Bloopish ga slopen. Sorry, Bloopish. Misschien komen we nog wel een Bloopish tegen. Wat is dit? Testling? Oké, deze vind ik wel leuk. Dit is een electric type. I want you. Hopelijk gaan we hem niet slopen met deze aanval. Nee, ik heb hem kapot gemaakt. Nee. Wat is dit nou weer? Supermuis. Oh, nee, ik kan hem niet meer gebruiken. Mijn Mara is moe. Kijk, ik moet even een punt vinden waar ik mijn Nexomon weer kan opladen. Oké, oh, dat zijn mooie steentjes daar, jongens. Dat is het. Weet je, Rikkertje, je bent nog niet zo slecht. Oké, er gaat hier iets fout. Wat gebeurt er? Oh my gosh. Ze is hier doorheen gevallen. Oh nee. Ik moet gewoon die ene Nexomon vinden. Ja, deze. Tesseling. Ik wil jou in mijn team, jongen. Ik vind jou vet. B-I-B-B-B-B-X-A. Hoppakee. Oké, dit moet goed genoeg zijn, toch? Kom op, Tesseling. Oh, waarom doen ze zo moeilijk? En nu is mijn Griff kapot. Ik vind het niet oké. Mijn Nexomon gaan allemaal kapot. Het is sowieso al een stuk moeilijker dan Pokémon. In Pokémon ga je Pokémon echt niet zo snel kapot. Hier gaat het toch best wel snel. En we hebben Tesseling, jongens. We hebben hem. En Tesseling mag dan in de plaats van Woozee. Maar luister, ik heb wel even een steentje nodig. Zodat ik even mijn Nexomonnetje weer kan healen. Want juist, gelukkig. Kijk hier, hoppakee. Die hadden we even nodig. Oh, 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 Noki. Oh, maar dit is die starter. Deze staat letterlijk op het voorkantje van het doosje van deze game. Of is het een soort van evolutie van deze? Kijk. Hij lijkt wat donkerder. Ik vraag me nu gelijk af, zou je Shiny Nexomon hebben? Hij is level 8 en hij is ultra rare. Let's go. Deze moeten we pakken, jongens. Deze moeten we vangen. Ik ga dan ook een water Nexotrap gooien op deze, want deze wil ik echt heel graag hebben. B-B-B-A-X-X-X-B. Let's go. Let's go. Vang hem. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja! Deze is zo leuk. Dit is Noki. Dit was gewoon een van die starters. Blijkbaar kan je die starters ook gewoon vangen in de game. Ja, jij mag absoluut in mijn team. In plaats van Fosfant. Ik denk niet dat we nog heel snel een toffere gaan vinden. Je krijgt van mij ook gelijk even een core, zodat je ook XP krijgt. Ah, ik denk niet dat we heel snel een toffere water Nexomon gaan vinden dan Noki. Deze is echt cool. Yes, ik ben er blij mee. Oh, oh, Scooptor. Deze is ook dik, zeg. Maar dit is een electric type. Ja, deze vind ik ook wel vet, hoor. Even kijken of we deze ook kunnen vangen. Ik doe nu mijn iets zwakkere aanval, hopelijk. Nah, hij overleeft het niet. Ah, dat is jammer. Het is wel echt super tof om elke keer die Nexomon overal te vinden en te zien. En kijken welke Nexomon er overal zitten. Ik vind het heel leuk. Dan gaan we even hier naartoe. Kijk, dit vertrouw ik niet, hè? Ja, ik... Oké, een uitroepteken boven mijn hoofd. Ik vertrouw dit nu... Wow, wat is er met jou gebeurd, Fidel? Wat is er gebeurd? Coco die zegt, we moeten voor hulp roepen. En er is een stem in die zegt, je gaat nergens naartoe. Het is een beetje eenzaam in deze grot. Blijf nog maar even hier, katje. Wat? Nee, oh nee. Oh, is het zo'n... Is het een draak? Of is het een tyrant? Oh, wat? Wie ben jij? Hé, hey, Rikkertje, zegt Coco. Het is gewoon een dame. We hebben niks om ons zorgen over te maken. Yo, deze lijkt op een baas uit Zelda. Wow, oké. Vette art, vette art. Wow. Als dit niet de jackpot is. 1, 2, 3... Ja, zielige zielen. Dat heb ik nodig. Met zoveel gijzelaars. Zal de guild wel 2 keer nadenken om achter mij aan te komen. Achter mij en Nivalis. En Coco dus zegt, Nivalis, dat is een tyrant, Rikkertje. En deze chick zegt, dat klopt. Mijn Nivalis is de onschendbare tyrant van de bevriezing. De temmers van de guild, die hebben ons al op zitten jagen. Maar nu ga ik winnen. Oh my gosh, we moeten tegen een tyrant? Echt? Ja, we moeten... Nee, niet wegrennen. Gewoon doen. Coco, kom op, we gaan dit doen. We gaan deze baas uit Zelda A Link to the Past verslaan. Want daar lijkt hij wel heel erg op. Oké, laten we hopen dat dit gaat lukken. Is dit een ijs?
Nee, dit is een water Nexomon. Hij heeft de helft van zijn HP maar trouwens. Oké, let's go. Bullet Seed. Maak hem kapot, Mara. Let's go. Critical. Alles. Maar Mara die heeft het wel gelijk zwaar. Ik weet niet of ik dit ga redden, jongens. Maar Mara gaat het sowieso niet overleven, denk ik. Ik heb namelijk nu geen potions meer. En ik word keihard kapot gemaakt. Oké, ik ga proberen hem te poisonen. Hij mist. Lekker, hij mist. Hij mist. Heb ik hem gepoisoned? Nee, jammer. Nog een keer proberen. Ah, nee, Mara is down. Oké, Tesseling, misschien jij dan. Electric Storm, let's go. Die is ook effective en hij is paralyzed nu. Lekker, hij is paralyzed. Lekker, lekker gedaan, Tesseling. Oké, maak hem kapot. Let's go. Ik word geraakt. 3 HP eraf, dat is niet heel veel. Je kan dit, Tesseling, je kan dit. Doe het. Doe het. Ik heb alleen bijna geen stamina meer. Mijn stamina is bijna op met Tesseling. Maar Tesseling gaat wel hard. Oké, ik heb nog iets om mijn stamina terug te krijgen. 60 stamina terug. Nou hoop ik dat hij weer paralyzed is. Ja, hij is weer paralyzed. Oh my gosh, Tesseling gaat zo goed. Maak hem kapot. Ik kan hem nu 3 keer aanvallen. Oh, ik word nu geraakt. Au, dat doet pijn. Oké, heb ik een item wat allebei aanvult? Ja, 50 stamina en 50 HP. Een elixir. Die gooien we op Tesseling. Ah, ja, hij mist. Hij mist. Je kan dit. Kom op, Tesseling. Ah, nee. Kom op. Kom op. Nog 2 keer aanvallen. Hij moet nog 1 keer missen. Nee. Oké. Ik heb nog 1 elixir, jongens. Ik ga 1 elixir op Tesseling gooien. En ja, hij raakt me met 13 HP. Dat doet wel pijn. Maar ik hoef hem nog maar 1 keer te raken. Nee, nee, hij maakt me kapot. Nee, 2 aanvallen opeens achter elkaar. Oh, Tesseling, je hebt het zo goed gedaan. Oké, Noki, jij dan. Mijn nieuwe Nexomon. Oké, scratch hem maar gewoon, denk ik, of zo. Hij houdt nog 2 HP over. Nee, ook Noki is kapot. Oké, Griff, jij dan. Hij is paralyzed, maar opeens is hij gewoon de hele tijd niet meer paralyzed. Ja, ja, Griff. Lekker gedaan, maar hey, Tesseling was de MVP. Tesseling, jij hebt dit zo goed gedaan. Het is wel jammer dat er nu maar 2 Nexomon zijn die XP krijgen. Zo doen we dat, jongens. We verslaan gewoon een freaking Tyrant. En Atlanta zegt, ja, hij was nog steeds moe van het vorige gevecht. We moeten ons terugtrekken voordat het te laat is. Maar iemand zegt, dus hier heb jij je verstopt, Atlanta. Hey! Wie zijn dit dan? Dit zijn? Geen idee. Volgens mij zijn het mensen van de guild. En die zeggen, een mooie tombe voor het eind van jouw verzielige verhaal. Ga jij nou met de eer strijken? Hey, ik heb net Nivalis verslagen. Ga jij nou doen alsof jij dit doet? Atlantis zegt, Edward, hoe blijf je mij vinden? En Edward die zegt, nou ja, je hebt het hele meer bevroren. Dus logisch toch? Ja, goed punt, ja. Oh, bedankt voor de healing. En ook Fidel is weer terug. Wat gaat deze Edward-gast nu doen dan? Edward, ga je nou stoer doen? Dit is waar jij en je tyrant zijn. Laten we hier nu een einde aan brengen, Atlanta. De guild moet een hartig woordje met je spreken. En zij zegt, Nivalis, we trekken ons terug. Wegwezen. Kijk, oké. En weer die blauwe shit eromheen, hè. Ze gaan echt allemaal naar die andere wereld. Ik zeg het jullie. Nou, de rust is wedergekeerd. En Edward die zegt, Rikachu, hey, je bent de nieuwste guild-tamer. Het was niet echt handig om hier een bronzen tamer naartoe te sturen. En Fidel zegt, ik zei het toch? Ik zei het toch? Hé, Fidel, ik heb je leven gered, hè? Doe eens normaal. Edward die zegt, er is genoeg om over te praten. Maar laten we eerst lekker hier weggaan. Oké, en toen stonden we weer buiten. En Fidel vraagt zich nog steeds af, wat was dat voor een ding? En Bonnie die zegt, nou, dat was inderdaad een tyrant. Een tyrant, dat zijn een speciale soort Nexomon. En je moet ze altijd vermijden. Je moet er niet naar in de buurt gaan. En gelukkig was Nivalis zo zwak. En Coco die stelt terecht de vraag van, ja, maar wie zijn jullie nou eigenlijk? En Edward is een van de grandmasters van de tamers. We moeten terug naar de guild en we moeten alles tegen Amelie gaan vertellen. En we krijgen iets van Edward. En normaal gesproken krijgen alleen zilveren tamers dit, maar we hebben het verdiend. En dit is een portal. Een warpstone. Oh, en we mogen nu gebruik gaan maken van de warpstones. Oh, cool. Ah, dan kunnen we vanaf hier gewoon terugwarpen in 1 keer naar de hoofdstad. Ah, dat is super handig. Dankjewel. Fidel zegt, ja, ik hoorde dat de tyrants elkaar aan het bevechten zijn. En is er een oorlog gaande of zo? Coco die vraagt alleen, ja, maar waar vechten wij dan voor? Fidel heeft ook geen idee. En nu kunnen we dus met deze warpstone gewoon lekker terugwarpen naar de stad. Kijk, dan worden ze ook blauw. Nice. Ah, ja. Kijk, hoppakee. Ja, dit gaat lekker snel. Yo, Amelie. Goed gedaan, Rick, maar ik had niks anders van je verwacht. Hier heb je je beloning. 500 muntjes, Perfect Berry, Blazing Shard en een Ocean Shard. Ah, nu krijgen we nog wat te horen over de Tyrants. En ze zegt, Rikachu, nu we erover praten, zijn de Nexomon van onze wereld een oorlog aan het houden. Ze willen allemaal de plek innemen van de vorige koning van de monsters.
Omnicron. Ze zoeken een nieuwe koning, maar het lukt ze niet om een nieuwe koning te vinden. En daarom is onze wereld zo naar de klo. We zitten midden in een of andere oorlog van Nexomon. Koko die zegt, ja, duurt dit al 1000 jaar? Waarom hebben ze nog niemand gevonden? En Amelie zegt, nou, dat is het ding. En dat weet helemaal niemand. Maar op deze manier gaan de mensen het niet overleven. Maar er zijn een soort fenomenale Nexomon gekomen. En die noemen we dus Tyrants. En die zijn, nou ja, misschien een heel klein beetje even sterk als Omnicron. En Nivalis is één van hun. En de Tyrants zijn een ziek voorteken. En waarschijnlijk wordt één van de nieuwe Tyrants de nieuwe koning. Nou, tot zover de geschiedenisles van Nexomon. We krijgen nu de volgende opdracht. En ja, de orphanage, het weeshuis, is under attack. Oh nee! We moeten een team maken met Ross en Nora. We moeten dus terug naar het weeshuis waar we vandaan zijn gekomen. Ik zei het toch, hè? We lieten iedereen daar gewoon kapot gaan, hè? Ze zeiden, het weeshuis is niet veilig. Wij gaan weg. Iedereen die iets kan, gaat weg. Maar we laten alle kinderen gewoon lekker daar. Anyways, dat gaan we doen in de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog als je dit een vette serie vindt. Vergeet dan ook zeker niet te abonneren en het belletje aan te zetten. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatoo. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!